Hallo mensen, een hele andere vlog dan jullie gewend zijn. Tussen mijn voorbereiding door voor aankomende partij in Turkije ben ik lekker met mijn gezin op stap geweest naar de plek waar ik vroeger altijd met mijn ouders naartoe ging. We gingen vroeger altijd naar Schouwen-Duiveland en daar hebben we hele leuke tijd gehad. En een traditie hebben we daar opgebouwd en dat is krabbetjes vissen. We gingen vroeger altijd mosseltjes verzamelen en dan gingen wij hier op deze brug gingen wij dan met onze hengeltjes gingen wij dan met een mosseltje en een steentje eraan gingen wij krabbetjes vangen. En ook deze keer was dat weer een heel succes en ik moet zeggen, het was wel lekker. Om even te ontspannen, want deze voorbereiding voor volgende partij is wel een zwaar heftige voorbereiding. Ik heb een hele tegenstander is van heel erg hoog niveau. Dus even ontladen met mijn kleine mannetjes is toch wel lekker. En zeker als je de vreugde op zijn gezicht ziet, als je de krabbetjes zoals je ziet hier weer terug de zee inlaat. Ja, dat is toch wel dingen die ik koester. Nou, een van de andere dingen die ik nou ook koester is een hele mooie andere herinnering. En afgelopen zaterdag was ik namelijk te zien op Spike TV. Daar moest ik tegen een zeer getalenteerde jongen vechten. En deze partij die heb ik gelukkig met een winst af kunnen sluiten. Dus ja, we gaan volle goede moed gaan wij op naar Turkije. En ik zal de volgende vlog zal ik ook volledig daar aan toewijden. En ik zal videomateriaal schieten over hoe dat onderweg daar naartoe gaat. En op de plek zelf daar naartoe gaat. Dus ik hoop dat jullie je abonneren op mijn kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van de volgende vlog. Oes.